Hartelijk welkom, kameraden, bij deze oefenwedstrijd op Varkenoord tussen Feyenoord onder 21 en PEC Zwolle onder 21 in de interlandbreak. En het is alweer een tijdje geleden dat Feyenoord een competitiewedstrijd speelde. Het is natuurlijk vaak afgelast geweest. Wel een wedstrijd waarin Rini Kolen spelers kan uittesten, maar hij begint in de volgende opstelling. Op doel staat Sam Pak, uit onder 18 gekomen, want Korevaar, Troost en Jansen trainden deze week mee met het eerste. Rechtsback Owusu. In het hart van de verdediging Skogen en Lewis van de Zeeuw linksback. Verdedigende middenvelders Benny, Zitman met daarvoor Naujox. En in de aanval Marouan, Azarkan. In de spits Noval Banis en linksbuiten de watervlugge Kianu Lont. Maar voorafgaand aan de wedstrijd eerst een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Herman van der Graaf. Meer dan 50 jaar wedstrijdsecretaris geweest bij de Feyenoord Academy en ook bij Sportclub Feyenoord. Een zeer geliefd persoon hier op Varkenoord. Hier is Lewis. Zoekt direct naar Lont. En hier is Zitman. Benny. En Lont. En dan meteen opletten hier achterin. 1-1 met Sam Pak. Maar Sam Pak blijft alert. Voorkomt hier de vroege achterstand voor Feyenoord. Azarkan over de knieën. Geert en Ouder heeft een vrije trap aan Feyenoord. Marouan Azarkan. Met een goede vrije trap in de kruising. Marouan Azarkan terug van een blessure. Brengt hier Feyenoord op 1-0. Marouan Azarkan. En dan de strafschop gegeven door Geert en Oude. Licht contact. Hij geeft aan de bal is niet geraakt. Was niet in de buurt. Noah Lewis beklaagt zich, maar tevergeefs. Samir Lachsier of Sampak. En het wordt Lachsier. 1-1. Azarkan. Lekkere bal op Naujox. Heerlijke bal, heerlijke goal. Goeie bal van Azarkan. En knap afgemaakt hier door Noah Naujox. 2-1 op Varkenoord. Zitman. Goeie lichaamsbeweging. Hier is Marouan Azarkan. Gaat naar de grond. En ook een eenvoudige gegeven penalty. Maar wel dus voor Feyenoord de kans op de 3-1. 28e minuut. Noval Banis. En Noval Banis door het midden maakt het af. 3-1 voor Feyenoord. En dus de tweede penalty deze wedstrijd. Vrije trap van Zitman. En hier is Kianu Lont. Banis. Van heel dichtbij Noval Banis. Die bal zit erin. Geen buitenspel. En dus 4-1. Noval Banis. Oeh, dat was meteen geen lekkere bal. Lewis kan verdedigen. En dan profiteert Zwolle hiervan. Wordt die bal niet van de lijn gehaald. Dan is het 4-2. Geen lekkere binnenkomen hier van de wisselspelers. Oh, knap weggedraaid daar bij Hendricks. Dan over de knie en wederom een strafschop. In de 71ste minuut. Charlie Landes. Maar op de paal. En Feyenoord komt hier goed weg. Lang richting Leek. Kort in de hoek geschoten. En hier is dan de 4-3. In de eerstvolgende aanval alsnog de 4-3. En dan vindt Geert en Oudert genoeg in de 87ste minuut. Zit deze oefenwedstrijd erop. Een leerzame wedstrijd voor Feyenoord. Waarin het wel een 4-1 voorsprong weggeeft tot een 4-3 voorsprong. Rini Kolen kon nieuwe spelers inbrengen. Onder andere Lauwers dus. De proefspeler. De eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord onder 21 is 17 oktober. Om 2:30. Speelt Feyenoord dan thuis tegen Almere City. En ook die wedstrijd, mits die doorgaat worden, wordt live uitgezonden op YouTube.
De eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord onder 21 is 17 oktober om 2:30 op Varkenoord tegen Almere City. De nummer 2 in de competitie, maar ja, dat zegt niet zoveel, want Feyenoord heeft er pas 3 gespeeld. En voor de fans van Zwolle, de eerstvolgende wedstrijd is maandag om 1:19 oktober. Vitesse PEC Zwolle.